Evenwicht. Ach, wie verlangt er niet naar in zijn leven? Ook krachten streven naar evenwicht. Kijk maar gauw verder. Want als krachten elkaar in evenwicht houden, dan zal er niets bewegen. Rust in de tent. Er wordt even hard naar links als naar rechts getrokken. De resulterende kracht is dan dus nul. Maar als er niet twee, maar drie partijen aan het trekken zijn, dan wordt het iets anders. Stel dat de groene partij met 900 newton naar links trekt. De vraag is dan, hoe hard moeten die beide andere partijen trekken om evenwicht te behouden? Eerst maar opruimen wat niet van belang is. We houden dan de bekende kracht en de twee werklijnen van de rode en de gele kracht over. Omdat er evenwicht is, is dus zeker dat de groene kracht wordt opgeheven. Dus is er een kracht van rechts die 900 newton moet zijn. Die kracht wordt geleverd door rood en geel samen. We kunnen dus weer de omgekeerde parallelogrammethode gebruiken om de afzonderlijke rode en gele krachten te bepalen. Die twee afzonderlijke krachten, dat noemen we weer de componenten van de ene kracht van 900 newton naar rechts. We meten nog even de lengte van beide krachten op, waarna met de schaalfactor meteen ook de grootte van beide krachten in newtons bekend is. Dus, om 900 newton tegen te houden, moet geel met 450 newton trekken en rood met 500 newton trekken. Nog een voorbeeld. Dit keer weer met de schooltas, maar nu maar aan één koord. We pakken het koord beet en trekken het een klein stukje naar rechts. De vraag is dan, hoe groot is de kracht die de hand hiervoor moet uitoefenen? Start weer met de bekende kracht, dus weer met de zwaartekracht. Die moet je onderhand wel kennen. Let op dat de kracht van de hand loodrecht op de werklijn van de zwaartekracht staat. De kracht van de hand kan dus niet rechtstreeks de zwaartekracht opheffen. De vraag is nu, hoe groot is die kracht? We gaan eerst spul weer wat opruimen en we gaan de zwaartekracht daar plaatsen waar ook de kracht van de hand begint. Het verhaal is nu bekend. Er is evenwicht, dus er moet de zwaartekracht opheft. Je kunt die kracht in ieder geval tekenen. De vraag is, waar komt die kracht vandaan? Wel, je hebt hier drie krachten. Namelijk, je hebt hier de zwaartekracht, die gaat naar beneden toe. Je hebt hier de kracht van de hand, die gaat naar rechts toe. En je hebt hier ook nog een kracht en die zit in het koord. Want dat is de spankracht. En een spankracht, die zal nu ervoor zorgen dat er een kracht omhoog is die de zwaartekracht tegen zal houden. Hoe doen we dat? Wel, eerst de werklijn van de spankracht. De werklijn die ligt over het touw heen. We tekenen nu vanuit de kracht omhoog een lijn evenwijdig aan de werklijn van de hand in het touw. De spankracht die kun je nu tekenen. Fs. Zie je dat de spankracht best langer mag zijn dan touw? We noemen de kracht omhoog een component van Fs, Fsi, de spankracht in de y-richting. Het is de verticale component van de spankracht. En omdat er een verticale component is, is er ook een horizontale component. En die kun je ook tekenen. Je tekent weer een hulplijn vanuit Fs, maar nu evenwijdig aan de verticale werklijn en je tekent de horizontale component van de spankracht. Let op dat hier weer sprake is van een rechthoekje, een speciaal geval van omgekeerde parallelogrammethode. Fsi, die gaat dus omhoog, die houdt de zwaartekracht tegen. Dat is evenwicht. In horizontale richting heb je Fsi. En ook in horizontale richting is er evenwicht,
Dus is er een kracht naar rechts toe. En die kracht naar rechts, dat is dus de kracht uitgeoefend door de hand. Opmeten geeft 2,5 centimeter, dus is de kracht uitgeoefend door de hand 2,5 keer 20 is 50 newton. Evenwicht. Er is toch niets mooiers. Bedankt voor het luisteren en voor het kijken.